Hoe gaat u nou zo'n wedstrijd in dit weekend uh, uh, tegen Ajax met zo'n serie? Neemt u er iets van mee of is het gewoon weer een nieuwe verse ja. wedstrijd? Natuurlijk, ja, je neemt altijd uh, de vorige wedstrijden mee in, uh, in, in je toekomstige wedstrijd. Nou, dat is, uh, dat is zondag. Uh, en en ik, ik zeg al, wij zitten in een, in een flow. Uh, we spelen goed. Het elftal staat, iedereen is fit. Uh, een beetje fine-tunen. Kijken naar tegenstander, Wat doen hun? Wat kunnen wij daar tegenover stellen? Wat willen we zelf? Nou, dat zijn dingen waar je de hele week mee bezig bent om uiteindelijk uh, zometeen uh, zondag voor een resultaat te gaan. Het is echt een flow, het gevoel is goed en uh, ja, het is gewoon genieten. Als je kijkt uh, ja, hoe we spelen en uh, wat voor goals we maken, uh, dat, uh, dat ruikt de klas vanaf. Ja, zeven wedstrijden op rij winnen, dat uh, was bij Willem II iets lastiger hè? Ja, daar hebben uh, we iets minder wedstrijden gewonnen. En, uh, ja, als je dan hier terecht komt en, en het gaat gelijk zo goed, dat uh, ja, is fantastisch. Dus Dat is een heel andere uh, manier van het spelen als, als bij Willem II. Hoe groot is de factor geluk en hoeveel is het coaching? Nee, het, is, het is beide. Ik, ik noem dat meer een puzzelstukje wat, uh, wat uiteindelijk het succes van AZ uh, heeft, uh, heeft veroorzaakt. En uh, Monier gaat, uh, die gaat vertrekken. Nou, daar komt Debni. Uh, die, uh, die, die etaleert nu zijn kwaliteiten. Dus ja, dat is ook weer leuk om te zien. Dat, en zo werkt het in het voetbal. De een die gaat en de ander komt. En ja, ik denk dat het een, een kwestie is van het totaalbeeld van, uh, van de bekende puzzel die uh, langzaam maar zeker in elkaar is gevallen.